En opnieuw een grote financiële misstand bij de gemeente. Een ambtenaar wordt ervan verdacht miljoenen euro's te hebben verduisterd. Het gaat om een medewerker van Stadsdeel West. En voor het stadsdeelkantoor staat verslaggever Vincent van Rijn. Ja, Vincent, hoe kon deze megafraude nou gebeuren? Ja, dat is voor iedereen een raadsel. Uit eigen onderzoek blijkt dat de man werkte in Stadsdeel West hier achter mij als wagenparkbeheerder. Was verantwoordelijk voor de inkoop van auto's. En volgens de gemeente wist hij via een soort geraffineerde constructie hele grote bedragen over te maken. Zo ging er 6 ton naar de bedrijfsrekening van zijn vrouw. En samen leidden die twee met dat geld echt een luxe leventje. Van grote speedboten, grote auto's, dure horloges. Kortom, het kon niet op bij die twee. En dat viel ook wel de buren in de straat op. Want die sprak ik vandaag in Bad Hoeverdorp. En die zeiden, ja, die twee, die leden een leven. Nou, hoe kon dat nou? Nou, dat kon dus ook niet. Uiteindelijk zijn de twee tegen de lamp gelopen. Eigenlijk bij toeval. Een politiemedewerker die stuitte op internet op een advertentie van een speedboot. Toen hij even verder ging kijken, zag hij al heel gauw veel meer dure aangeboden spullen. Zoals boten, auto's en andere luxe goederen. En dat wekte zijn argwaan. Het landenpakket is naar de geldstromen gaan kijken. Dat klopt. En voorbeelden van die geldstromen zijn een bedrag van 600.000 euro. Dat vanuit de organisatie waar de man werkt. En dat is gemeente. De gemeente Amsterdam inderdaad. Richting het bedrijf van zijn partner, van zijn vrouw. Maar we zagen ook een geldstroom van ruim 1,9 miljoen euro. Ook richting dat bedrijf van die vrouw gaan. En ja, het opvallende daarbij is dat die vrouw daar geen enkele tegenprestatie voor leverde. Dus geen geleverde goederen of diensten. En wel toch dat enorme geldbedrag. Ja, Vincent, dat geld werd dus overgemaakt zonder dat er iets voor geleverd werd. Het ging niet om een paar tientjes, maar om honderdduizenden euro's. Ja, en dat is zeer opmerkelijk. Je vraagt je toch af, hoe kan dat nou weer? Blijkt toch maar weer dat het schort aan financieel toezicht. Niet voor niets is natuurlijk de financiële raadsenquête naar de gemeentefinanciën. Komt dit beeld ook wel naar voren. Een beeld van een eilandjescultuur van mensen die echt compleet langs elkaar heen werken. En dan kunnen dit soort dingen dus blijkbaar gebeuren. Natuurlijk hebben de gemeente gevraagd van, willen jullie voor camera vertellen hoe dit nou precies kon? Maar die zeggen, ja, er loopt nu een rechtszaak. De man is geschorst. Dus wij gaan niet voor camera nu vertellen hoe het kon. De twee, de man en de vrouw, zitten voorlopig vast. Binnenkort is er een pro forma rechtszitting. Oké, Vincent, dankjewel.